In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Maar al eerder kwamen er Nederlandse schepen aan in overzeese gebieden. Deze gebieden wilden zij tot koloniën maken en wilden hier handel gaan drijven. Zo kwam ook in 1600 het Nederlandse schip de Liefde aan op het Japanse eiland Kyushu. Japan was een gesloten land met een federaal systeem. Japan had een keizer, maar die had slechts een symbolische functie. De werkelijke macht die lag bij de shogun. De shogun is de opperbevelhebber. In de tijd dat de Nederlanders en Japan aankwamen, was de Tokugawa-familie de shogun. Deze familie had de macht gekregen door de burgeroorlog die ze wonnen aan het eind van de 16e eeuw. Japan werd bestuurd met een feodaal stelsel waar de daimyo's, een soort van leenheren, de provincie bestuurden voor de shogun. De shogun regeerde vanuit de hoofdstad Edo. Toen de eerste Nederlanders in 1600 aankwamen in Japan, hadden de Portugezen zich al reeds gevestigd en zij probeerden de Nederlanders te weren. Toch werden de Nederlanders goed ontvangen door de Japanse shogun, Tokugawa Ieyasu. De Engelse commandant Adams van het Nederlandse schip werd adviseur van de shogun en kapitein Quakernak kreeg het aanbod voor handelsprivileges voor Nederland van de shogun. Het eerste handelscontact was gelegd. In 1607 kwamen twee VOC-schepen aan in Japan. Op deze schepen waren er twee kooplieden, Nicolaas Puik en Abraham van den Broek. Zij hadden een brief van prins Maurits bij zich aan de shogun. Hierin vroeg de prins aan de shogun om handelsbetrekkingen met Nederland aan te gaan. Nadat de kooplieden naar Edo waren gereisd, gaf de shogun in 1609 aan Nederland de handelspas. In de handelspas stond beschreven dat de Nederlandse schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie vrije toegang kregen tot de Japanse havens. De shogun had namelijk al gezien dat Japan veel profijt kon hebben met de handelsrelatie tussen Japan en Nederland. De handel tussen Nederland en Japan verliep voorspoedig. Dit resulteerde in de stichting van de eerste factorij op Hirado, het meest zuidelijke eiland van Japan. De stichting van de factorij op Hirado is niet compleet willekeurig, want de daimyo van Hirado stelde in 1609 een boot ter beschikking voor de Nederlanders, zodat zij met die boot de reis naar de shogun konden maken. Overigens is de hele totstandkoming van de handelsrelatie niet alleen te danken aan de Nederlanders, maar ook aan de Engelse kapitein William Adams van het Nederlandse schip de Liefde. Adams had zich al eerder gevestigd dan de Nederlanders, namelijk met de Liefde, en was bevriend geraakt met de shogun Ieyasu, waardoor deze erg geïnteresseerd werd in het volk waarmee Adams gekomen was, namelijk de Nederlanders. Het is dus misschien wel te stellen dat deze vriendschap tussen een Brit en de eerste Japanse shogun het begin heeft betekend van een bijzondere Nederlands-Japanse handelsbetrekking. Nederland was in die tijd niet het enige Europese land dat met Japan handelde. In het jaar 1613 begon Engeland namelijk als vierde Europese land te handelen met Japan. Japan handelde namelijk al met Portugal, Spanje en Nederland. Nederland was het enige land dat bleef handelen met Japan. Engeland stopte namelijk in 1623 al met de handel omdat die niet winstgevend voor ze was. De katholieke landen Spanje en Portugal begonnen naast de handel met Japan ook het christendom te verspreiden. Dit wekte de woede van de shogun Tokugawa Hidetada, die toen in 1624 de Spanjaarden uit Japan verdreef. In 1634 begon met de aanleg van het kunstmatige eilandje Deshima in de haven van Nagasaki, waar de shogun de Portugezen heen gekwam. In 1639 besloot de shogun de Portugezen helemaal uit Japan te verdrijven. Nederland was toen het enige Europese land dat nog met Japan handelde. Dat zou zo blijven tot 1853, lang na het einde van de VOC, toen de Amerikaanse vloot de Japanners dwong om hun havens te openen. De handelsrelatie tussen Nederland en Japan liep ook niet geheel soepel. De Nederlanders deden namelijk aan kaapvaart tegen de Portugezen. Dat gaf ze een slechte naam bij de Japanners. Ook wilden Nederlandse handelslieden op Formosa, de huidige Taiwan, de Japanse handelslieden daar een belasting opleggen. Het conflict dat toen ontstond tussen Nederlanders en Japanners, werden de Nederlanders op hun factorij in Hirado gevangen genomen. Dit conflict werd met diplomatie opgelost. Maar toen de Nederlanders in 1640 op een nieuw stenen pakhuis in Hirado anno Christi 1640 zetten, was dat de druppel die de emmer deed overlopen. De Nederlanders werden in 1641 door de shogun verbannen naar het eilandje Deshima, dat oorspronkelijk voor de Portugezen gemaakt was. De Nederlanders mochten alleen nog vanaf het kunstmatige mini-eilandje met Japan handelen.
De factorij op Deshima bleef bestaan tot in 1863. Dat is een paar jaar voordat er in Japan een burgeroorlog begon tussen de dynastie van de Tokugawa shoguns en de keizer. Japan hervormde zich na die burgeroorlog tot een modern land dat zich helemaal openstelde voor de buitenwereld. Aan het begin van de handelsrelatie waren de Japanners erg blij met de Nederlanders. Doordat de Japanners en de Nederlanders wederzijds het goed met elkaar konden vinden, kregen de Nederlanders veel ruimte om te handelen. De producten waar het VOC om ging waren vooral zilver, goud, koper, kleding en verfijnde porselein. In deze periode mocht alleen de VOC in Japan aanwezig zijn. Ook uit Europa kwamen er nodige producten die de VOC meenamen op hun reizen. Zoals globes, verrekijkers, klokken, landschapsschilderijen, kristallen kroonluchters, westerse muziekinstrumenten, atlassen en boeken over de scheepsbouw, werktuigbouwkunde, wiskunde, geografie, plant- en dierkunde. Maar omdat de Japanners nog steeds zeer gesloten bleven voor Nederlanders, moest de VOC zich ook aan regels houden. Zo mochten de Nederlanders niet zonder toestemming en begeleiding van het eiland af. Bij aankomst werden de schepen helemaal doorzocht en werd iedereen gefouilleerd. Daarnaast werden er maatregelen genomen om de Nederlanders zich zo min mogelijk thuis te laten voelen. Vrouwen en kinderen van de compagnieleden waren niet welkom en het aangestelde opperhoofd, verantwoordelijk voor de gang van zaken in Japan, mocht als regel maar een jaar deze functie vervullen, om te voorkomen dat hij al te veel kennis op zou doen van Japan en de Japanners. Een overtreding van de regels kon betekenen dat de gouverneur werd gedwongen tot harakiri, een rituele Japanse zelfmoord. Omdat Nagasaki de enige plaats was waar contact met buitenlanders was toegestaan, stond het direct onder bestuur van het Tokugawa-bewind. Ook verhandeling van in Nagasaki ingevoerde producten gebeurde onder leiding van het centrale bestuur. Voor iedere beslissing moest uitgebreid contact plaatsvinden tussen het bestuur in Edo en de gouverneur van Nagasaki, waarvoor de afstand te voet overbrugd werd. De VOC hield zich aan deze regels. Dit resulteerde in veel winst. Maar omdat de Japanners de handel op zilver en goud al snel verboden, liep deze winst snel terug. De Japanse shogun stelde een aantal regels in waaraan alle niet-Japanse schepen moesten voldoen. Ook door de nationalisering van de VOC liep de winst van de VOC terug. Ook in Nederland was de Gouden Eeuw voorbij. En ook omdat wij als Nederland onder het bewind van Napoleon kwamen, moesten wij als Nederlanders mee gaan betalen aan de oorlogsschulden die de Fransen maakten. De handel met Japan was voor de VOC niet meer het belangrijkste. De VOC kwam eigenlijk alleen maar op Japan voor de eigen consumptie en maakte niet meer echt gebruik van de ruime handelsbetrekkingen met het land. De Nederlanders hebben dus een lange tijd een goede handelsrelatie gehad met Japan. Het begon in 1600 toen het schip De Liefde in Japan aankwam. Er waren nogal wat problemen tussen Nederland en Japan, maar alsnog bleef Nederland als enige Europese land over om te handelen in Japan. In het begin liep de handel voorspoedig, maar door een samenloop van omstandigheden nam de handel tussen Nederland en Japan langzaam af. De handel tussen Japan en Nederland stopte definitief door de sluiting van de factorij op Deshima in 1863.
Dit was het einde van de bijzondere handelsrelatie tussen Nederland en het gesloten Japan.